Kan jij de video sneller liken dan dat ik een slok water neem? Refreshing. In dit spel hebben wij spelers die tekenen. En wij kunnen de tekeningen van spelers kopen voor Robux. Echte Robux. Dus stel voor, wij zien deze tekening hier. Oh, hij heeft hem letterlijk net weggehaald. Ik wilde hem kopen. Oh, wacht, hij heeft een nieuwe neergezet. En die kost 70 Robux. Ik zeg tegen deze speler, kun je mij tekenen? Ik geef je 100 Robux. Hij zegt ja, hij is aan het tekenen. Ik ben over 5 minuten terug, zeg ik tegen hem. Hier heeft iemand een boom getekend. Hoe duur is die boom? 3 Robux. 3 Robux voor een boom. Waarom niet? Deze speler zegt, volg mij. Oké. Okay. Waarschijnlijk weet deze speler dat ik op zoek ben naar kunstwerken. Eens even kijken. Wat heeft zij getekend? Oeh, een boom. Deze vind ik mooi. Blijkbaar spaar ik bomen vandaag. Let's go. Ze zegt dankjewel. Oh, is dit van haar? Dat is zo mooi. Oké, ik wil sowieso deze kopen. Een soort van mooie uitzicht van de maan en zo. Dus die ga ik kopen. Ik zeg, als je Huggy Wuggy tekent, geef ik je er 50. Gaan wij ondertussen verder kijken. Oh my gosh, moet je dit zien? Wat is dit nou weer? 200 Robux. Laten we die kopen, want ik was het vergeten te vertellen. Maar wij kunnen zelf ook tekeningen maken. Oh, wat? Ik heb de Mona Lisa. Volgens mij heb ik die vroeger een keer gemaakt of gekocht. 999,99 Robux. Laten we die weghalen voordat iemand het echt koopt. Ah, kijk, maar hier kunnen wij dus die booth selecteren. Oh, dat is zo cool. Ze zegt, ik heb Huggy Wuggy getekend. Oké, ik ben benieuwd. Laat in de reacties weten. Wat moeten wij de spelers de volgende keer vragen om te tekenen? Oh, wacht. Ik zie dat iemand een watermeloen heeft getekend. Ja, dan moet ik natuurlijk even oppikken. Oké, wacht even. We hebben de watermeloen gekocht. Als die verdwijnt, hebben we hem. We hebben hem gekocht. Oké, eens even kijken. Laten we in de tussentijd deze creeper even kopen van haar. Die hebben we. Perfect. Ze zegt dat ze bijna klaar is. Dus ik haal dit erbij. Dan kan ik in de tussentijd een beetje rondracen op deze kwast. Dat is zo cool. Wacht even. Deze is zo dope. Oké, wacht. Ik wil sowieso Kirby hebben. Hoe duur is die? Laat me raden. Heel duur zeker. 5 Robux? Die gaat sowieso met mij mee. Oh my gosh. Wat hebben we hier? Een Galaxy Booth. Een Blossom Booth. Een UFO Booth. En een Cyber Booth. Ik wil sowieso de Galaxy hebben. Ik bedoel, we hebben alle tijd. Dus laten we er even van genieten. Laten we checken hoe die eruit ziet. Ik ben benieuwd. Die is zo gaaf. En dat past best wel goed bij ons kunstwerk. En ik zou hier dus zelf ook een tekening kunnen maken. Jullie kunnen waarschijnlijk al zien wie dit wordt. Dat heb je bij sommige karakters. Je hoeft nog amper iets te tekenen. En je ziet al dat dit Huggy is. Maar dit is natuurlijk niet goed. Dus deze gooi ik lekker weg. Oeh, die speler is klaar met Huggy Wuggy tekenen. Oh, moet je kijken. Ze zegt alsjeblieft. Nou, dankjewel. Weet je wat? Zoals afgesproken, ik koop Huggy Wuggy voor jou voor 50 Robux. En ze was net al heel blij met 2 Robux. Dus waarschijnlijk is ze nu nog blijer. Deze speler zegt hoi. Dus ik zeg hoi. Kun je mijn kunst zien? Hij heeft wel echt een heel gaaf kapsel. Oh my gosh. Hij heeft een kuikentje getekend. Met een zonnebril. Maar wacht, hoe duur is die? 10 Robux? Nee. Ik zeg, ik wil die hebben, maar niet voor 10 Robux. Ik wil het voor 100 Robux. Stel voor, je gaat naar een winkel. Ja, ik wil deze vaas kopen, maar niet voor 10 euro. Alleen voor 100 euro. Hij zegt, wacht, hoeveel? Ik zeg weer, 100 Robux. Hij zegt, ok. Oh my gosh. Nou, dan ga ik in de tussentijd even hier naartoe, want die ballon, die wil ik sowieso kopen. Ik denk serieus dat dit een van mijn favoriete games is. Oh, ik denk dat hij klaar is. Oké, we lopen met hem mee. 100 Robux. Oh, dit is misschien wel een van mijn favorieten. 3, 2, 1. Bam. En dat is hoe je 100 Robux uitgeeft in 1 seconde tijd. Ik zeg, kan je Huggy Wuggy tekenen voor 50 Robux? Dat is Charizard. Mijn favoriete Pokémon. Oh, en Espeon. Die is zo dope. Jop, dit is het moment om niet alles te kopen. Hou je rust. 13 Robux. Ja, natuurlijk. Boven het hoofd van die speler staat arm. Dus we gaan deze speler rijk maken. Oh, deze moet ik ook hebben. 100 Robux. Die speler zegt dankjewel. Nou, dan heb je de helft nog niet gezien. Want deze van 100 Robux ga ik ook kopen. Is zo'n mooie tekening. Let's go. Ik ben benieuwd wat ze gaat zeggen. Dankjewel. Oh, ik vind het zo leuk. Je ziet ook gelijk hoeveel spelers zich om je heen verzamelen. Op het moment dat je veel Robux uitgeeft. Iedereen is zo van, ik ruik rijkdom. Nee, ik ben niet rijk in Roblox. Ik koop gewoon te veel Robux. Oké, daar gaan we. 10 Robux. Hé, nee, dat kan niet. Nee, wacht even, dat kan niet. Ik zeg nee, dat is niet eerlijk. Ze zegt, huh? Ik zeg, ik wil het niet voor 10 Robux. Ik wil het voor 100. Die speler, die weet waarschijnlijk echt niet wat er gebeurt. Dus ze staat ook echt zo op om zich heen te draaien van wat? Ja, dat maak je niet vaak mee natuurlijk. Dat iemand een winkel binnenloopt en zegt, hey, dit is te goedkoop. Ik wil meer betalen. Oh, dit is te grappig. 69 Robux, weet je wat? Ook goed. 3, 2, 1... Let's go! Nou, deze speler hoeft geen arm meer boven het hoofd te hebben. Reageer aardappel als je de video nog steeds kijkt. Je bent de baas. En als je toch bezig bent, abonneer voor meer Roblox-video's. Dit is natuurlijk onze stand. Maar wat ik nu eigenlijk wil doen, een echte Pokémon-stand van maken. Maar volgens mij had ik Pikachu vroeger een keer gekocht. Oh nee, wacht. Ik had Pikachu zelf een keer gemaakt. Je moet je voorstellen, dan kom je bij mijn stand. Wow, Charizard. Die lijkt er heel erg op. Espeon. Perfect. Oh, deze speler zegt dat ze Huggy Wuggy heeft afgemaakt. Dit is echt serieus mijn favoriete spel. Dit is zo leuk. Oh my gosh. Zij heeft Huggy Wuggy zo goed getekend. Oh my gosh. En dat hebben wij haar gevraagd te doen. 3 Robux. Weet je wat? Dit ga je niet geloven. Ik zeg 3 is niet eerlijk. Ze zegt 5. Ik zeg nee. Maak er 300 van. We gaan 100 keer meer betalen dan dat zij ervoor vroeg. Maar even serieus, dat doe ik ook echt omdat deze heel goed is gelukt. Deze speler zegt, meneer, kom mee. Oké, ja, als iemand dat zegt. Dan komen we zo hier wel terug om Huggy Wuggy te kopen. Oké, hij heeft het afgemaakt, zegt hij. Even kijken.
Die is goed. Die vind ik ook echt heel leuk. En kijk, deze kunnen we wel in één keer kopen. 50 Robux voor Huggy Wuggy. Alsjeblieft. Dit is zo leuk. Ik ben benieuwd of die blij is. Hij zegt dankjewel. Dit is sowieso heel nice, want... Oh my gosh, dit is de laatste die we nodig hebben. Dit is Bulbasaur. En dan hebben wij alle drie de Pokémons. En toevallig ook nog eens. Ja, die Pikachu die mag dus weg. Die sowieso in mijn favorietenlijst horen. Oh, ik ben hier zo blij mee. Hij zegt, heb je een ander karakter nodig? Ik zeg Kissy Missy. Ik bedoel, hey, Huggy Wuggy, Kissy Missy. Deze speler heeft zoveel Pokémon tekeningen. We gaan sowieso ook Flareon kopen. Ik wil alle Pokémon tekeningen die er zijn in dit spel. Maar ga ik Flareon vervangen met een van deze? Wacht even, wij kunnen er drie extra canvassen bijzetten. Yes! Kijk, nu hebben we er nog meer. Perfect. Dus ons Pokémon-avontuur, dat gaat gewoon verder. En het leuke is, Flareon en Espeon zijn allebei een evaluatie van Eevee. Ja, ik ben een Pokémon-nerd, laat me. Mijn favoriete evaluatie is Jolteon. Dus als die te koop is zometeen, dan word ik gek. Oh my gosh. Wat is dat? Hoe heet dat? Er is zo'n dier met zo'n hele grappige naam, maar ik weet even niet. Dat is wel deze, hè? Iets met een C. Voor 15 Robux? Dan gaat hij mee. Oh, ik vind deze lijst ook allemaal zo leuk. Eigenlijk moet ik er nog wat meer hebben. Als je naar mijn stand kijkt, dan denk je echt dat ik een kunstenaar ben. Maar dat ben ik niet. Ik heb dit gewoon allemaal gekocht van andere spelers. We kunnen nog meer canvassen kopen. Weet je wat, als je het doet, doe het dan goed. Oh, moet je kijken. En we kunnen er nog drie kopen. Zometeen hebben we gewoon een heel kunstatelier. Laten we in ieder geval deze nog verkopen. Oh, we krijgen ook de lijst erbij. Oh, dat is zo tof. Oh my gosh, wat zie ik daar. Dat ben ik! Deze speler heeft mij getekend. Met allemaal van die Robux particles. Omdat ik veel te veel Robux uitgeef. Deze speler kent mij beter dan ik dacht. 50 Robux. Eigenlijk wil ik er 100 voor geven nu. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik heb 100 Robux betaald voor veel kunstwerken. Dan moet ik dat al helemaal voor een kunstwerk van mezelf doen. Oké, ze staan te veranderen nu. Oh, daar gaan we. 60 Robux. We hebben te veel kunst. Dus we moeten... Oh, deze kan ik wel even verwijderen. We moeten er een aantal verwijderen. 3, 2, 1. Let's go. Wij hebben onszelf gekocht. En het mooie is... Ik wil natuurlijk naast Charizard. Moet je kijken. Hoe episch is dat? Wow, dit is ook wel heel gaaf. Maar ik kan niks meer kopen. Ik zit vol. Dat is echt het grootste luxe probleem ever. Oeh, deze speler heeft een tekening van Dors gemaakt. Ik wil een andere stand hebben. De Cyberboo. Dat klinkt heel erg toekomstachtig. Die wil ik wel proberen. Oké, hoe ziet dat eruit? Ik ben benieuwd. Oh, dat is gaaf. Oké, dat is echt perfect. Oh, deze persoon is klaar met het maken van Kissy Missy. Laten we daar dan eerst naartoe gaan. Oh, die is zo schattig. Deze speler is snel. Oh. Ik kan het niet kopen. Hij moet even de Game Pass vervangen. Maar die is echt leuk. Iemand heeft Flareon van mij gekocht. Nee. Oh nee, wat heb ik nou gedaan? Flareon is weg. Nee. Oké, nu moet ik heel snel alles weghalen. Heel snel alle Pokémons weghalen. Voordat ze worden gekocht. Want ik bied ze aan voor 5 Robux. Dat is ook zo stom. Ik heb Charizard weer teruggezet. Maar nu voor 9999999 Robux. Hij zegt, ik wil Charizard kopen. Bro. Ja, dat wil ik dus niet. Het is mijn Charizard. Hij is daar om naar te kijken. Niet om te kopen. Oh, ik ben net op tijd, hè. Want hij wil Charizard kopen. Hij heeft net ook Flareon voor 5 Robux gekocht. Dus als ik niet snel genoeg was met het veranderen van de prijs, had hij ook mijn Charizard voor 5 Robux. En dan ging ik huilen. In een hoekje. Voor een week. Hij zegt, maak er 3 of 4 van. Nee, ik heb er zelf ook meer voor betaald. Hij zegt, zoveel heb ik niet. Ik zeg, ik wil het niet verkopen. Het staat hier meer om gewoon van te genieten. En ik ben mijn Flareon ook al kwijt. Abonneer voor meer en adios.